Hallo mensen, kijk hallo! We hebben de Glaceon en Leafeon V-Star Special Collection Box. In deze box zitten speciale V-Star kaarten. De V-Star kaarten worden geïntroduceerd in de Brilliant Star set. En deze boxen hebben al V-Star promo kaarten. Ik ga beginnen met de Glaceon box. Wauw. Dit is het V-Star symbool. Wat nice. Is dit een magneet? Dan ga ik er gelijk uittesten. Ah, nee. Dan hebben we twee promo kaarten, jongens. We hebben de Glaceon V-kaart. En we hebben gewoon onze eerste V-Star kaart. De Glaceon V-Star. Oeh. En natuurlijk hebben we de Glaceon V-Star ook in het groot. Wat een gave kaart, jongens. Ik ga deze ook een mooi plekje geven op de background. Oeh. En dan hebben we natuurlijk nog pakjes. Fusion Strike en Evolving Skies. Dat is echt super nice. Oké, jongens. We gaan een coinflip doen. Als het kop is, dan open ik Fusion Strike. Als het munt is, open ik Evolving Skies. En het is kop, jongens. We beginnen met de Fusion Strike Packs. Daar gaat het eerste pakje. Hoppakee. En ze blijven open gaan als boter, jongens. De codekaart. Lightning Energy. Ah, het is dark. Dat is nou wel jammer. Oeh, dan hebben we Swatloon, jongens. Swatloon die gewoon nog steeds aan het viben is. Swatloon vibe. De Skater Spark. Oeh, de Pinsir die nog steeds eikels uit de boom aan het halen is. Of wacht eens. Ik denk dat hij peren uit een boom haalt. Dat is wel echt heel slim van hem. Oh mijn god, dat is de Minum. En daar op de achtergrond heb je ook Plusle. Dat is echt super schattig. Hé, de Baltoy. Ik wil spelen met deze Pokémon. Hé, daar hebben we de Galarian Corsola. Ik vind deze Pokémon altijd lijken op een sneeuw. Hé, Coolfish. Parascuda. Dit is onze reverse holo kaart van deze pack. Dat is wel echt een crazy Pokémon. Daar gaan we dan. 3, 2, 1. Het is de Meluetta. Meluetta, de Pokémon met de stem van een engel. Ah! Het laatste Fusion Strike pakje van deze box. Code. Dark. Ah, nee. Wat? Nu is het Electric type. De rollen zijn omgedraaid. Hey, Togedemaru. Oh mijn god. Wat ik al eerder heb gezegd. Togedemaru is echt een schattige knikker. De Galarian Zigzagoon. En dan hebben we de Mankey. Deze Mankey is helemaal gestoord. De Clownsher, jij bent nog steeds water aan het schieten. Hé, hey, Stuffle. Zit je buik niet vol genoeg ondertussen? Drakloak is onze reverse holokaart van deze pack. Oké, jongens, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Oh, het is de Centerscorch. We gaan door met de Evolving Skies packs. Code. Grass-type. Ah, nou is het weer Psychic. We hebben de Gordy. Bravery, die altijd aan het zoeken is naar zijn volgende prooi. En weet je wat? Misschien is die prooi wel een ultra-rare. Dan hebben we de Nuzleaf met zijn twee ballenbenen. Hé, hey, Litleo, die gewoon in de sunset aan het poseren is voor de camera. Hé, hey, Lotad in het water. Hé, hey, Teddy Ursa, wat schattig. Je bent goed verstopt tussen de bloemetjes. Trigonal. Nice. Nickit met de bloemetjes op de achtergrond. Ik dacht eerst dat het een hoop ogen waren en ik vond het eng. Hey yo, hallo daar. Onze reverse holokaart is Emolga. Dat is echt super nice. Ik ga mijn ogen dicht doen voor de kaart die erachter zit. Daar gaan we dan. 3, 2, 1. Wow! Ah! Nee, dat meen je niet. Het is de Frostless. Dit is weer een gouden kaart. Oh, dat meen je niet. Het laatste Evolving Skies pack. Ik kom helemaal niet uit mijn woorden. There you go. Leaf-type. Nee, het is weer Electric. We hebben Crustle, die altijd een zware steen op zijn rug draagt. Dan hebben we de Moon and Sun badge. Let's go. We hebben de Toy Catcher. Laten we wat speelgoed gaan vangen. Oeh, het is de Roggenrola, jongens. Kijk eens aan. Ah, de Wobbuffet. Dan hebben we Hobbip. Oh, Swablue. Oh mijn god. Oh, Zoroark. Huh? We hebben nog een Wobbuffet. Oké. 3, 2, 1. Tivool. Jij hebt de ultra rare gestolen. Of niet soms. Dat was de Glaceon box. En met die gouden kaart ben ik echt super tevreden met de inhoud. Oké, jongens, we gaan door naar de Leafeon box. Hoepakee. En hij is gewoon al open, jongens. Hier zijn de promokaarten. Leafeon en Leafeon V-Star. We hebben deze Leafeon nodig om te veranderen in deze Leafeon V-Star kaart. En deze Leafeon V-Star verandert in een nog grotere Leafeon V-Star. We zijn alweer aangebroken bij de laatste 4 packs van de video. Laten we gewoon beginnen met het uitpakken van de pakjes. Code. Ik denk dat het een Grass-type is. Nee, het is water. Oeh, Dreadnought. Het is de Mawile met de grote tandenstaart. Makuhita. Oeh. En we hebben de Panpour die helemaal zen is.
Oeh, de Sea Battle. Dat is echt een heel schattige Pokémon. Skarmory. We zijn alweer bij de Reverse Holo kaart, jongens. De Basculin. Deze Pokémon blijft een baas. 3, 2, 1. Hey, het is een Holo kaart. Het is de Ferelligator. Nu gaan we het Sylveon pakje openen van Evolving Skies. De codekaart. En ik denk dat het gewoon vuur is. Ah, nee. Het is de classic Pokémon. De Hip Tentacruel. Applin, ik zou zo een hap uit je willen nemen. Het is de Lillipup. Emolgam. Hey, Tentacool. We hebben Tentacool en Tentacruel. Dat is wel cool. Hey, deze heb ik toch niet in Reverse Holo, als ik het goed heb. De Stormy Mountains. Let's go. 3, 2, 1. Hey, het is wel de Wishiwashi. We gaan alweer door naar het laatste pakje van Fusion Strike. De codekaart. En geef mij eens die Electric Energy hier. Van links. Oh mijn god, jongens. We hebben de Tootle. Vullaby, de vogel die net uit zijn ei komt. De Doopider, de Pokémon met een scheetbel. Hey, miauw. Huh? Nog een Phalanx. Wat hebben we met dubbele kaarten in deze unboxing? De ogen gaan dicht. 3, 2, 1. Oh, het is de Blissey. Alles komt neer op dit laatste pakje. Zal hier nog een pool in zitten? Zet de spannende muziek aan. Hoppa. Codekaart. Vuur! Ah! Hey, weer een Tentacruel. De rubberen handschoenen, jongens. Iedereen probeert te vissen naar Vibas, maar niemand krijgt hem te pakken. Ik heb hem te pakken. Oeh, Hitmonchan. Jij wil vechten, hè? Kom dan. Oh mijn god. Hallo, ik ben Fletchling. Tentacool. We hebben weer Tentacool en Tentacruel. Wat is hier aan de hand? Onze Reverse Holo is de schattige Woobat. Jongens, hierachter zit alweer de laatste kaart van deze unboxing. Zullen we er gewoon voor gaan? 3, 2, 1. Het is de Drampa. Oh mijn god, jongens. Ik kan nog steeds niet geloven dat we deze gouden kaart hebben gepult. Dit is echt insane. Vonden jullie dit een leuke video? Like, abonneer, reageer en klik op deze link als jullie nog een gouden kaart willen zien. En dan zie ik jullie later.